the virus. Ja, dat zag er inderdaad wel uit als een supergroot virus toen ik hier zo die kluis van dagen werd openmaakt. Het is 3:15 trouwens, jongens. Holy shit. We need to stop the virus from getting out. I know. The control system must be in the lab. Stop the virus is de objective. En Chris loopt met zijn bek ergens tegenaan. Dus dat zijn lasers dan. Zijn dit dan ook lasers? Nou, hier zo kan ik gewoon langslopen, Chris. Ik weet niet, maar die palen hebben gewoon iets tegen je, denk ik. Oh zo. Dan kan ik waarschijnlijk hier niet meer langs. Dus 3:15. Dan is Jill gewoon echt al meer dan 9 uur op dit schip, by the way. En what the fuck loop jij Jill door kont te filmen met de Genesis van je, man? Zal ik jou gewoon eens op YouTube... Dit is wat je aan het doen. Ja, dat wist ik, Chris. Dat wist ik. Dus zo kan je dus zien... Zo kan je dus die lasers zien met de Genesis. Je kan met die Genesis echt fucking alles zien. Straks wordt het apparaat nog gebruikt voor Ghostbusters of zo. Om er spoken mee te detecteren. Nu zijn al die lasers hier uit. Nu komt Chris deze kant op. En dan kan ik met hem zo deze deur in trappen. Nou misschien toch ook niet. Maar ik kan nu geloof ik ook helemaal naar die kant. Check. En dan kan ik deze deur openvingeren. Hier ligt nog een urp die ik niet kan meenemen. Maar ik ga onthouden dat je hier ligt, urpje. Dat was een beste nies, die ga ik er even tussenuit knippen. Gezondheid, Ries. Dat is 1. En ik vind hier nog meer. Kijk. Machine gun ammo, magnum ammo, gewoon magnum ammo. En een machine gun ammo case. Misschien moet ik dat apparaat ook gewoon eens wat vaker gebruiken. Handgun ammo, nog een urpje die ik niet kan meenemen. Maar ik ga onthouden dat je hier ligt, urpje. En hier ligt... Dit wordt een beetje een lees episode, want er liggen echt onwijs veel van... Dit soort verhaaltjes. Ik zal er gewoon rustig doorheen gaan. Zodat je op pauze kan zetten. Mocht je geïnteresseerd zijn. Maar voor mijn eigen bestwil ga ik even mezelf niet bodderen met alles lezen. Want ik weet dat er nog meer van dit soort krengen gaan liggen op de kamers verderop. En sommige zijn zelfs langer dan 5 pagina's. Dus... Ja, we zijn al redelijk ver in het spel. We zitten in een laboratorium. Maar dat is altijd in Resident Evil Games een beetje de plek waar het spel je met dit soort briefjes, net zoals deze, je langzaam gaat uitleggen wat de fuck is going on en zo. Een beetje alle geheimen gaat onthullen langzaam. Maar dat resulteert vaak in... illegale custom parts die ik heb gevonden met de Genesis. Resulteert vaak in vet veel van die briefjes. Ik interact er vaak gewoon wel mee, want als het uiteindelijk wordt opgeteld hoeveel van die briefjes je hebt gevonden. Toch weer gamescoren. Dat zie ik dan altijd gewoon als gamescoren. Het is niet iets waarvan ik vanaf het begin af aan al meteen voor ging. Dus het kan zijn dat ik al een paar van die dingen gemist heb. Zo, als dat spel het onthoudt hoeveel je er gevonden hebt. Maar dit soort headprints hier zo. Dat was wel al mijn focus vanaf het begin vanaf de game. En, dat is nu mijn 27e handprint, by the way. Ligt hier nog shit verstopt? Oh, in die bureaustoel daar. Yes. Nog meer magnum ammo. Echt iets zeg maar dat is wel je... Oeh.
Kan ik wat scannen, by the way? Nee, ik krijg er niks voor. Ik kan nog meer van die dingen openmaken. Dus hier worden die dingen ingevroren of zo. Wow. Onze nieuwsgierigheid brengt ons in combat. Was niet echt nodig geweest om hem zo ver op te laden, maar ik deed het anyway. Het is trouwens al een tijdje geleden dat ik zo'n oes gekikt heb. Ik krijg tegenwoordig te maken met allemaal andere vijanden. Ik denk dat dit het lab's control system is. Kijk, jullie gewoon nog meer back to ammo. Okay, I'll sweep the lab, see what I can find. Ik heb mijn Magnum ammo nu gewoon. Hou jij godsamme je bek eens even als ik aan het praten ben. Ik heb nu geloof ik mijn Magnum ammo bijna verdubbeld. Dus alsof het spel je wilt vertellen dat van. Oh, hier ligt nog een urpje. Maar ik ga onthouden dat je hier ligt, urpje. Net zoals dat urpje daar. En net zoals dat urpje. Ja, gaat allemaal onthouden, zit allemaal in Riesenhoofd. En een kist, daar ga ik even mee interacten, want ik heb hier wat custom parts opgeraapt. Die long magazines, dat ga ik sowieso even equippen, want ik heb daar een paar van opgeraapt. Dus ook al heb ik zoveel Magnum ammo gekregen. Ja, dat wordt wel een ding. Hier zit maar één kogel in, maar hier acht. Dus als ik de Hulk meeneem, dan heb ik 23 kogels. Maar als ik de Pytel meeneem, dan heb ik maar 16 Magnum kogels. Maar waarschijnlijk ga ik helemaal niet de Magnum meenemen. Ik vind deze equipment gewoon prima. Ik ga alleen die equiploot er even op slappen. Dus be right back. Trouwens, eigenlijk viel het best wel mee met hoe lang dat duurde, dus misschien hoef ik toch helemaal niks te knippen. Ik kan gewoon weer verder. Ik kan gewoon even mijn wapens reloaden. Kan ik die handgun ammo die hier nog op ligt nog even pakken? Zie Chris trouwens helemaal quintmodus gaan op dat ding, man. En lukt het ook een beetje, ouwe? Code on the door. Opening it now. Be careful in there. Will do. You can count on it. Echt, dit ben ik helemaal niet van Chris gewend dat hij zo nerd kan zijn. Hij heeft gewoon deze deur open gekregen. Oké. Dat wordt een soort van doolhofje. Gelukkig kan je lopen met die Genesis. Je doet dan wel zeg maar lopen met deze snelheid. Maar hier zo, als je dat hele Genesis ding zeg maar wegdenkt, dan heb je hier eigenlijk gewoon al first person. Dit is gewoon Resident Evil 7, jongens. Misschien was dit ook wel gewoon een voorbeeld geweest voor Resident Evil 7. Ik loop er toch langs! Fucking bullshit. Hier, druk lekker op het knopje. Lekker puh. Kan nog steeds niet bij dit lijk, want die heeft iets vast. Het is niet veranderd in een oes. Dan is het bij mij nooit zeker of die ook wel echt dood is. Nou ja, dat zal wel eigenlijk wel. Trouwens, want aangezien dit fucking vierde urp is, hier. Dat ik per ongeluk met mijn reet tegen die laser aankom. What the fuck? I told you to be careful. Who knows what kind of BOW's we're up against. Ik kon het niet scannen, dat ding. Ik hoor iets grunten. Oh, daar staat iets. Daarboven staat iets. Dat zijn die nieuwe vijanden.
Misschien is dit de reden waarom het spel soort van wilde dat ik die Mac er meeneem, maar ik probeer het gewoon lekker zo te doen. Ik kan deze ook gewoon twee keer scannen. Vorige keer was ik dat vergeten om te doen. Oké. Verrassing! Er waren gewoon drie goede headshots en dan zijn die dingen gewoon dood. Nu ben jij aan de beurt, motherfucker. Oh, hij heeft me gezien. Wat? Was dat gewoon mis? Oké, dat was het. Liggen daarboven illegale custom parts. Dat is waarschijnlijk de reden waarom er hier twee van die grote vijanden waren. En over illegale custom parts gesproken. Met Jill maak ik echt korte metten met... Wow, er liggen daar ook illegale custom parts in het water. Hoe de fuck krijg ik dat dan? Nou, hier moet ik weer even zo deur open vingeren. Ja, het is op zich wel grappig dat uiteindelijk gewoon je eigen vinger in het spel ook gewoon een sleutel wordt om deuren mee open te vingeren. Hier kan ik weer lasers mee uitzetten. Volgens mij is alles hetzelfde, behalve dat ik nu bij die ene vent kan komen. Hier is een kaart. Shotgun shells. Nog meer Magnum ammo. Kijk, zie je, het spel was je gewoon een beetje aan het voorbereiden om die Magnum te gebruiken tegen die grote gasten. Het is waarschijnlijk iets waar ze fucking niet tegen konden. Ik vond de Hulk ook bij de eerste van die vijanden die ik was tegengekomen. Oké, dan. Nou ja, whatever. Ik ga gewoon... naar dat lijk en dan ga ik even looten wat hij bij zich heeft. Holy shit. Kan ik het nou scannen, dat ding? Nee. What the fuck? Het is echt fucking groot. Als dit raam breekt, dan ben ik geloof ik fucking de lul. Want volgens mij, als dat virus bij je komt, volgens mij ben je dan een galer.